Bewoners van Kalebaskreek en andere zuidelijke dorpen leven in extreme armoede en hebben acute hulp nodig. Hiervan maakte NDP-parlementariër Jona Edwards gisteren melding tijdens de openbare vergadering in het parlement. De volksvertegenwoordiger van Sipaliwini zei dat zelfs een dorpskapitein geen voedsel heeft om zijn kinderen te voeden. Voorzitter, informatie heeft mij bereikt dat bewoners van de zuidelijke dorpen en Kalebaskreek al geruime tijd schoon drinkwater ontberen vanwege defecte pompen en tekort aan benzine. Voorzitter, ook hebben de mensen een tekort aan voeding. De mensen hebben het moeilijk, vooral nu in deze periode van COVID. Voorzitter, mijn hart bloedt omdat vanmorgen een kapitein me belde met het verzoek de regering aandacht te vragen voor het probleem. Hij heeft zelfs geëten meer om zijn kleinkinderen te geven. Hij verzocht mij, voorzitter, om aandacht te vragen voor dit probleem. De levensomstandigheid van deze mensen wordt van dag tot dag erger. Het is onbegrijpelijk waarom de regering geen middelen uit het COVID-fonds inzet om deze Surinamers te helpen. Zijn de Surinamers uit het binnenland minder waardig? Ik wil van de regering weten wat zij concreet gepland hebben voor deze bewoners van ons land. Ik wil verder weten wat de regering op zeer korte termijn zal doen. Zijn de sociale pakketten uit het COVID-fonds alleen voor stedelingen bestemd? Ik wil een duidelijk antwoord hierop, voorzitter. Vicepresident Ronnie Brunswijk besloot terstond hulp te bieden aan de dorpen. Hij merkte op dat niemand honger mag lijden in het land. Voorzitter, inderdaad kan het niet zo zijn dat wanneer wij geluiden krijgen dat mensen zijn of een kapitein die een noodkreet deed of doet, dat er geen eten ergens is, dan gaat de regering zich daarover buigen. Ja. Dus we gaan in contact treden, is Kalebaskreek. Zwaar. In ieder geval gaan we later in contact treden met de parlementariër. Dan gaat de regering zeker kijken wat ze voor deze mensen kunnen doen. We gaan onze burgers niet laten verhongeren. In ieder geval gaan we dat doen. Vicepresident Ronnie Brunswijk gisteren tijdens de openbare vergadering in de Nationale Assemblee. Op de agenda stond de behandeling van de ontwerpwet, wijziging wet, toezicht op geldtransactiekantoren.